Israël is het land waar onze voorvaderen hebben gewoond, Abraham, Yitzhak en Jacob. Dat is de plaats waar we onze kinderen willen opvoeden. Ik ben hier 16 jaar geleden naar Israël gekomen met mevrouw Shoshana en mijn twee kinderen. We zijn op Aliyah gekomen niet zozeer omdat we weg wilden uit Antwerpen, maar meer omdat we in Israël wilden wonen. Israël, we werden opgevoed dat we van Israël houden. Israël is het land waar onze voorvaderen hebben gewoond, Abraham, Yitzhak en Jacob. En dat is de plaats waar we onze kinderen wilden opvoeden. Het gebeurde wel soms toen ik naar school ging dat ik droeg een kribbeltje in Antwerpen. En daar werd ik uitgescholden als vuile Jood of in de openbaar vervoer. Dan voel je soms antisemitische opmerkingen. Ik kan het niet begrijpen. Ik begrijp niet waarom een mens wegens zijn geloofsovertuiging anders moet zijn dan anderen. Omdat ik Jood ben, dan ben ik anders. Wat heb ik hem gedaan? Ik ben België niet ontvlucht of van België gevlucht om naar Israël te komen. We hadden een goed leven in Antwerpen, maar we willen echt in Israël zijn om te wonen. Nu, het kan zijn dat onbewust het toch een reden heeft gegeven. Ik weet dat ik ga hier in openbaar vervoer en de chauffeur is Israëli, iedereen is Israëli. Dus het kan zijn dat er een kleine percentage wel reden is dat wij naar Israël zijn gekomen. Wat we hier zien zijn de bergen voor de Aliyah, voor de optocht naar Jeruzalem. Dat is het zuiden, met daar zien we de stad Kiryat Gat. Hier is echt het begin van Hare Jeruzalem, de bergen van Jeruzalem. Het heeft ook een Bijbelse betekening. Want juist achter die heuvel hier is de plaats Tzora. En Tzora is de plaats waar Shimshon HaGibor is geboren. En om hier te zijn, dat ik weet, Shimshon heeft hier gestaan en de koning David was hier in de omgeving, ben ik trots en blij om te zeggen, ik ben hier ook. Het is een plaats waar gewoon prachtig is. We zijn nu in Beit Shemesh gekomen. Echt een klein stadje. Toen was het een klein stadje, nu is het iets groter geworden. In de heuvels van Jeruzalem. Ik ben nu onderweg naar Jeruzalem. Naar de fabriek van Teva, waar ik werk. Het is eigenlijk iedere dag een Aliyah naar Jeruzalem. Heerlijk gevoel. Teva is een Israëlisch bedrijf, farmaceutisch bedrijf, die zich specialiseert in generische medicamenten, maar die wel internationaal te verkrijgen zijn. Het is een hele concern geworden, die ook buitenlandse firma's koopt. Mijn werk bestaat in het controleren van de kwaliteit bij de verpakkingsafdeling. En eigenlijk moet ik nakijken dat alles in orde verloopt, dat er geen problemen gebeuren met de computers, met de verpakking. Gewoon kwaliteitsbeheer. In Jeruzalem werken er 700 mensen. Er zijn 3 fabrieken in de buurt waar ik werk en in heel Israël zijn er ongeveer een stuk of 6000 mensen die voor Teva werken. De Shoah was absoluut geen taboe thuis, maar over de persoonlijke ervaring van mijn vader en mijn moeder werd er nooit over gesproken. Dus ik wist wel
dat mijn vader de show heeft overleefd. Je kan het ook niet ontkennen, want hij heeft een nummer op zijn hand. Dus je ziet het, iedereen weet het. Een paar jaar geleden heeft mijn vader een boek geschreven over zijn verleden, over de periode van de Shoah. Toen ik het boek las, had ik het heel moeilijk. Ik las het blad per blad en kwam er echt tranen uit mijn ogen. Te denken dat mijn vader dat heeft doorleefd, de hel, het is gewoon wel gewoonweg de hel. De Shoah is zeker een aandrijving om het feit dat wij hier leven, dat wij zo'n sterk leger hebben. Want we weten, als we het niet hebben, weten we wat de gevolgen zijn. Ik heb gisteren een brief gekregen van mijn vader waarin hij me uitnodigt eigenlijk met Oria en de familie om naar Auschwitz te gaan. Shalom aan mijn lieve zoon Ronnie en mijn lieve kleindochter Oria. Binnenkort zal ik naar KZ Auschwitz, Birkenau reizen. Ja. Waar onze familie gedeporteerd werd in de Tweede Wereldoorlog. En waar mijn moeder en mijn kleine broer Emil zijn vermoord. Ik wil dat jullie met mij meekomen, zodat ik kan vertellen wat daar is gebeurd. Ik weet dat jullie ook de geschiedenis van de Holocaust kennen, maar ik voel een plicht om persoonlijk te vertellen hoe ik levend ben teruggekomen om het door te geven aan volgende generaties. Ik hoop dat jullie met mij willen meekomen. Vele kussen van jullie, Abba. Ontzettend ontroerend om zo'n brief te krijgen. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, קנה שמיים וארץ. שתוליכנו לשלום ותטיסנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה לשלום. ותמלתנו מרוח סועה והסער ומשעות רעות המתרגשות לבוא לעולם. ומכל מיני תקלות ופורענויות. שומרנו והצילנו בתוך כל אחינו בני ישראל הטסים בנתיבי אוויר והעוברים בארוחות ים ודרכי יבשה, מקו כל אויב ועורב, ומכל אסון ונזק ומכל צער וצרה, אנא אמץ ידי האוחזים בהגה ואכן רוחם לנהגנו לשלום, כי בך בלבד חסינו מעתה ועד עולם, כי אל שומע תפילה תחנון אתה, ברוך אתה שומע תפילה. Dames en heren, welkom op de Rusalva-Krakau. Het is nu 5 over 1 plaatselijke tijd.